Heb jij een, wat we noemen, een gebroken hart? Wel, Jezus is gekomen om te genezen de gebrokenen van hart, zegt de Bijbel. En zo wil ik ook voor jou bidden vandaag. En ik wil mijn hand naar jou uitstrekken. En als handeling van geloof wil ik jou vragen om jouw hand naar mij uit te strekken. En terwijl we zo'n punt van contact maken, bid ik in Jezus' naam. Heer, laat uw heling komen, want u bent ook gestorven aan het kruis voor de gehele mens. Geest, ziel en lichaam. En zo bid ik, Heere, dat u die gebroken hart, dat u dat nu zal genezen. Dat u heling zal brengen daar waar uw geest komt, waar misschien niemand anders kan komen. Ook niet de psychiater, de dokter of familieleden of vrienden. Maar Jezus kan daar komen, op die pijnplek in jouw hart. En hij neemt weg die zere plek en hij heelt het met zijn liefde en zijn genade en zijn vrede en zijn rust. Ontvang het nu, wees genezen van jouw gebroken hart en ontvang het in de naam van Jezus Christus. Amen.